We bevinden ons hier aan de rand van het Schipperskwartier. Dat is de Antwerpse prostitutiebuurt. Die de laatste 10 jaar zoveel veranderd is. Dat er een aantal buurtbewoners, ik zal niet zeggen problemen krijgen. Maar toch een beetje vreedzaam achtergebleven zijn. En die vinden elkaar hier. Ik vind het belangrijk om in deze wijk actief te zijn. Omdat ik hier bijna geboren ben, dat ik hier al heel mijn leven woon en de noden en de sociale achtergronden van de buurtbewoners ken. Momenteel hebben we een kookproject, dus waar mensen uit de buurt kunnen komen eten voor 3 euro per maaltijd. Soep, hoofdgerecht en een nagerechtje, soms een glaasje wijn als er iets te vieren valt. En het belangrijkste is eigenlijk dat de mensen hier de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten. En meestal zeer oude verhalen op raken vertellen. Dus je creëert eigenlijk een soort van samenhorigheid die in deze maatschappij nog weinig te vinden is. Wij zijn Frank en Tina. We zijn gehuwd in 2010. En voor mij betekent solidariteit mensen die elkaar helpen. Solidariteit voor mij betekent mensen helpen. Omdat ik graag dat doe, ook geen probleem. Yeah.